De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Urakit Ramsaran, heeft in de Nationale Assemblée duidelijkheid gebracht ten aanzien van de overheidsbijdrage voor de uitvaartkosten van een persoon die ten gevolge van COVID is overleden. Hij ging in op vragen over wie in aanmerking komt voor deze bijdrage van 10.000 SRD. Ramsaran legt uit wie daarvoor een aanvraag kan doen. Degenen die een aanvraag kunnen doen zijn de meerderjarige bloed- of aanverwant van de overledene. 2. Een derde ten behoeve van een ander, bijvoorbeeld een geestelijk gehandicapt, oftewel persoon met een beperking, mentaal of lichamelijk. Dat de derde persoon dan helpt bij iemand die handelsonbekwaam is. Of iemand onder curatele gestelde. Dus dat betekent dat apart van een meerderjarig bloed, oftewel aanverwanten, dat een derde persoon namens de persoon die vanwege een of andere beperking de aanvraag niet zou kunnen doen. En als derde, als het verzoek wordt gedaan aan het ministerie, bij deze wijkkantoor, bij deze DH-hoofd, etc., binnen de districten, dat de ambtenaar ten behoeve van de cliënt ambtshalve bij deze het verzoek kan doen. De bewindsman geeft aan dat het inderdaad klopt dat enkele aanvragers niet in aanmerking zijn gekomen voor de aangevraagde steun. De minister verklaart waarom men niet direct aan de financiën kon komen. Er is aangegeven in uw geachte college, voorzitter, dat de aanvragen soms lang duren en het was richting de 6 maanden. Ik wil in deze meteen ophelderen en opheldering inbrengen, zodat uw geachte college voorzien is van de juiste informatie, voorzitter, met uw toestemming. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is slechts belast met het administratief gedeelte. Dat betekent de aanvragen worden geaccepteerd of genomen op de afdelingen op het ministerie en van daaruit worden dan verwerkt. En waar begeleiding nodig is, dat we begeleiding geven. Dat we de mensen helpen invullen en waar nodig ook aangeven wat precies nog ontbreekt of wat nog meegegeven moet worden. Dus als stukken worden ingediend en niet volledig zijn, dan maken wij ook contact met de aanvragers om dan ervoor te zorgen dat het zo snel als mogelijk wordt ingediend. Er wordt dan gebeld naar de aanvrager om dan aan te geven wat ontbreekt. Intussen hebben we ook mogen checken en een overview hebben mogen maken dat intussen 25 gezinnen, aanvragers, dan gebeld zijn geworden omdat daar nog stukken ontbraken. Ramsaran benadrukt dat iedereen een aanvraag kan doen voor de COVID-uitvaartsteun, mits het aantoonbaar is dat de familie de kosten niet kan opbrengen. Als beide ouders van de minderjarige ten gevolge van COVID zijn overleden, neemt de overheid alle kosten van de uitvaart op zich.